Ja, goedemiddag hier. Goedemiddag hier van Massa Positivo met het nieuwsbericht. Dit keer een kort bericht wat ik net voorbij zie komen op internet. Langs de N214 in Noorderloos zijn twee zwaargewonde mannen gevonden. Ze hadden schotwonden. De politie vond ze naar een melding over schoten. Een slachtoffer lag in de berm, de ander in een weiland. Het zijn twee Rotterdammers van 28 en 35 jaar. Het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld. Tips, inlichtingen, meld je zo snel mogelijk bij de politie of bel anoniem. Maar dit moet natuurlijk opgelost worden en er zal op korte termijn meer duidelijkheid worden, hopelijk naar voren worden gebracht over de toedracht en wat er precies allemaal gebeurd is, is dus niet helemaal te zeggen. Maar nogmaals, dit is een kort bericht. Crime in Nederland, wat ook natuurlijk iedere dag helaas plaatsvindt. Massa Positiva, tot de volgende keer.